Ik zie allemaal kinderen in oranje shirts, Nederlandse vlaggetjes, er wordt gesminkt. Waar zijn we hier terechtgekomen? Wij zijn hier terechtgekomen op een basisschool in Tahiti, waar ik sinds een jaar of 6 al werkzaam ben. En de huiskleur, zoals je ziet om je heen van deze school, is oranje. En dat was het idee om oranje supporters te creëren voor het WK. En vanavond gaan we naar de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen de Solomon met 30 kinderen. Op Google hebben we laten zien hoe de oranje supporters in de hele wereld gekleed zijn en gesminkt en in welke kleur ze zijn. Dus dat hebben we geprobeerd na te bootsen. Dus deze kinderen gaan vanavond in het oranje met vlaggetjes, Nederlandse vlaggen en een Hup Holland Hup spandoek uiteraard. En ook een Hup Holland Hup op de t-shirt gaan we het stadion in. En de liederen zitten er al goed in, hè? De aanmoedigingen. Ja, we hebben een beetje makkelijk gehouden, niet te lang, maar het Hup Holland Hup zit erin. Ik heb het laten de leeuwen niet in je hemdje staan even weggelaten, want dat was wat te moeilijk. Maar het Hup Holland Hup zit er goed in. En ze hebben een lokale Polynesische kreet, oorlogskreet eraan toegevoegd. En dat komt helemaal goed, dus maar op het stadion. Yeah.